Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij vlog nummer... Ik heb eigenlijk geen idee. Welke vlog zitten we? Nou ja, dus... volgens mij alweer vlog nummertje 14, dacht ik. Maar goed. Vandaag hebben we weer een heerlijk speciaal biertje. Ik heb deze vandaag opgehaald bij Slijterij Zuilen in Utrecht. En net op het moment dat ik aan het afrekenen was, kwam de brouwer van dit biertje, die kwam langs om een nieuwe doos bier te brengen voor in de winkel. En ook als primeur dit biertje. En dat is vandaag allemaal gebeurd, dus ik ben heel erg benieuwd. Het gaat om een biertje van brouwerij Eem, met echt een te gek label. Laat ik dat als eerst zeggen. Dr. Rudy by Dr. Rudy. Imperial Pale. Imperial Pale dus. Nou, echt een fantastisch etiket. Ziet er goed uit. En ik heb me laten vertellen dat de brouwer, die vertelde mij in ieder geval, dat de hop die hiervoor gebruikt is, een speciale hop is en afkomstig is uit Nieuw-Zeeland. Dus ik ben heel erg benieuwd. Even kijken, wat staat er nog meer op het etiket? Dr. Rudy. Zo heet hij. 7,5%. Bitterheid. Nou, iets meer als de helft. Aroma ook iets meer als de helft. Dus ik ben benieuwd. Een keertje geen stout. We gaan het zien. We gaan hem openmaken. En kijken wat hij doet. Zoals ik al zei. Vers van de pers. Nou ja, de top. Herkenbaar. Duidelijker kan niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan kijken hoe die ruikt en proeft. Nou ja, goede schuimkraag. Die ruikt ook al... Hij is fris van geur. Dat ruik je al gelijk. Nou ja, goede schuimkraag, wat ik al zei. Een beetje... Qua kleur een beetje robijnachtig. Niet helemaal robijnrood, maar nee, ik kan in ieder geval niet doorheen kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan hem ruiken. Kijken wat deze jongen doet. Dus ik ben benieuwd. Verrassend. Wat ik al zei. Ja, ruikt wel fris. Een fris biertje. Maar toch ook wel, hij ruikt ook wel vol. Dus hij heeft ook wel echt een hele volle reuk, zo om te zeggen. Dat kan qua smaak natuurlijk verschillen, dus ik ben benieuwd. We gaan hem gewoon proeven. Ik ben benieuwd. Proost. Lekker. Heel vol. Hele volle smaak. Ook een bijzonder pittig, ja, zou ik het zeggen, pittig tintje aan. Geen idee waar dat vandaan komt. Misschien wel van die speciale hop die uit Nieuw-Zeeland komt. Geen idee. Erg lekker. Ja, top biertje. Ik ga hem lekker opdrinken. En genieten van het weekend. Want het is vandaag vrijdag. Vandaag de dag dat dit biertje op de markt kwam. En daar mogen ze van mij wel meer van brouwen. Dus perfect biertje, 7,5%. Niet te zwaar. En te gek etiket. Dus ik zou zeggen, proost. Bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers.